Welkom bij coöperatieve vereniging Trieport Sundert, oftewel gewoon Trieport. Om u uit te leggen wat wij allemaal doen voor onze leden, onze omgeving en onze regio, kunnen we het beste opstijgen naar grote hoogte. Want vanaf grote hoogte kunnen we ons logo gebruiken om u het verhaal van Trieport duidelijk te maken. Die stip in het midden, laten we zeggen dat wij dat zijn. Op dit moment hebben we zo'n 115 leden. En dat zijn boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. En dat gebied dat strekt zich uit over West-Brabant en de Noorderkempen. We hebben dus Nederlandse en Belgische leden. We zijn dan ook nationaal en internationaal actief op allerlei niveaus. De kracht die ontstaat door de samenwerking van verschillende partijen leidt tot de beste kwaliteit in producten en diensten. Zoals gezegd zien we de meerwaarde van Trieport echt tot uiting komen via samenwerking. Dat doen we in werk- en projectgroepen door vertegenwoordiging vanuit de ledenraad, bestuur en organisatie. Laten we eens kennis maken met een aantal van onze mensen. Op de kwekerij bij Corné Leenaerts zien we hier 4 leden. Het zijn Corné, José, Jolanda en René. Hen kennen we van de ledenraad, werkgroep onderwijs, werkgroep biodiversiteit en werkgroep water. In de ledenraad bekijken we wat er moet gebeuren om in alle facetten de gezonde boomteelt steeds verder te brengen. Wij doen van alles. Ook het samenbrengen van leerlingen met bedrijven voor het praktijkonderwijs zetten wij ons voor in. En het organisatie bijvoorbeeld van een bedrijfsbezoek door de leerlingen zelf, dat is ook iets wat wij doen. Hartstikke veel. We proberen onze leden mee te geven hoe belangrijk dat ze zijn als onderdeel van de natuur. En duidelijk te maken dat wij met hele weinige dingen, hele simpele dingen, heel veel indruk, heel veel belang hebben voor het verbreden van de biodiversiteit. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Heel simpel, heel weinig zeggend, maar wel een hele grote impact hebben op onze groene, leefbare omgeving. De samenwerking tussen waterschap en kwekers is belangrijk, omdat water is een van de belangrijkste productiemiddelen voor de boomteelt. In goed overleg proberen we maatregelen te bedenken om voldoende water beschikbaar te houden, maar ook het oppervlaktewater en het grondwater van voldoende kwaliteit te behouden. Bij de bomenbakken in de Molenstraat hebben 5 leden zich verzameld. Zij zetten zich onder andere in de werkgroep regionale promotie, de werkgroep Samenwerking Kwekerhandelaar, de werkgroep Beurzen, de projectgroep Energie en de werkgroep Openbaar Groenadvies. Het woord is aan Chantal, Fons, Lisette, Ralf en Remco. Onze regio, onze eigen omgeving mag uitstralen dat wij en heel onze samenleving trots zijn op de lokaal gekweekte producten. Kwekers en handelaars zijn beide lid en dat is ook goed. Want we kennen elkaar wel en we praten met elkaar. We doen ook zaken met elkaar. En daarom is het heel belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Bij vakbeurzen zie je het logo in al onze stands staan. Dus van veraf heel herkenbaar dat het uit onze regio komt. Wij kunnen met onze technische kennis en kunde echt iets toevoegen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector. Ja, bij het realiseren van een boomteeltgerelateerd bedrijventerrein is het inpassen van groenbeplanting natuurlijk enorm waardevol en hebben we de lat heel hoog gelegd. Daarom kunnen we niet zonder de kennis van de kwekers en daar willen en kunnen we niet omheen. Nog meer goede bekenden zien we bij de werkgroep Toekomst, bij de stichting VICU, bij onze vertegenwoordiging bij de Camp en werkgroep Pest Controlled Area. Daar bij de Voedselhaag zien we ze al staan. Roy, René, Mark en René. De jeugd die heeft gewoon goede nieuwe ideeën en als de generatie met veel ervaring ons daarbij helpt, dan is dat alleen maar pure winst. VICU staat voor Vitale Circulaire Organische Economie. En daarmee houden we de organische reststromen, in dit geval de gemeente Sundert, in de kringloop. En worden opgewaardeerd om de bodem beter in conditie te houden. Die instandhouding van de bufferzone, die houden wij dankzij ons collectief betaalbaar. Het is dus én goed geregeld en betaalbaar. Goed dat alle mensen die in de bufferzone zitten daaraan meedoen. CAMP staat voor coördinator effectiever middelpakket. Daarin zitten we met een adviescommissie
We vertegenwoordigen daar de belangen van de boomkwekers in het Trieportgebied in Zundert. Dat is niet alleen de chemische belangen, maar ook de biologische aspecten nemen we daar ook gewoon mee, zeker in de toekomst. Onze blik van boven is bijna compleet, want er zijn nog 3 personen die we aan het woord willen laten. We komen ze tegen bij de groep van alliantiepartners, de werkgroep mechanische onkruidbeheersing en het bestuur. Bij de mede door Trieport gesponsorde rotonde aan de Beeklaan-Kapellekenstraat staan John, Johan en John. Binnen onze coöperatie is de ledenraad een belangrijk instituut. Die bewaakt de inhoudelijke kant. Het bestuur bewaakt de voortgang van hetgeen in feite de ledenraad voorstelt. Wij bewaken ook de financiën en natuurlijk geven wij gevraagd, ongevraagd adviezen en zetten wij ons netwerk in. De gemeente Zundert is alliantiepartner, omdat wij Trieport een spiegel voor mogen houden. We krijgen daarbij belangrijke informatie uit de sector, vanuit de regio. En daar kunnen wij en zij ons voordeel mee doen. Met de mechanische onkruidbeheersing gaat het goed. Er komen wat problemen, maar samen en samen met de chemie komen we steeds korter bij een goede oplossing. U heeft het gezien. Veel mensen die zich inzetten voor de gezonde boomteelt in de meest ruime zin. En het mooie is, het zijn allemaal bekenden. Iedereen is voor iedereen aanspreekbaar, want zo werkt het bij Trieport. Samen werkt het beter. Wilt u meer weten? Bel 076 599 5000 of mail naar info@trieport.eu. U kunt uiteraard ook op onze website trieport.eu kijken. Trieport Zundert, voor de gezonde boomteelt.